Deze kennisclip gaat over een term die jullie vast om de haverklap horen. Fake news. 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 Maar meer specifiek gaat deze clip over de verhouding tussen fake news en de democratische rechtsstaat. Wat zijn eigenlijk de effecten van fake news, of de mogelijke effecten, op de democratische rechtsstaat? Is er iets te doen tegen fake news door middel van wetgeving? Of kun je het recht beter niet gebruiken in de strijd tegen fake news? Maar voordat we aan dat soort vragen toekomen, is het belangrijker dat we die term, fake news, eerst wat beter definiëren. Want die term, fake news, kent meerdere betekenissen en als je die niet goed onderscheidt, dan praat je in een discussie nogal snel langs elkaar heen. De belangrijkste vormen van fake news zijn de volgende. 1. Kloppend nieuws dat onterecht tot fake news wordt bestempeld. Dan gaat het om feitelijk juiste informatie, niet fake dus, die toch door de persoon die door die informatie in een negatief daglicht komt te staan, tot fake news wordt bestempeld. Bijvoorbeeld een leider van een land doet iets illegaals of liegt of wat dan ook en journalisten brengen dat aan het licht. Vervolgens verwijt die leider de journalisten ervan expres politiek gemotiveerd fake news te verspreiden. Het meest beruchte voorbeeld daarvan, historisch gezien, is misschien wel dat van Adolf Hitler. Hij noemde de pers altijd de Lügenpresse, de liegende pers. 2. Nog een onschuldige vorm van fake news is dat van satire die de vorm aanneemt van nieuws. Je kunt daarbij denken aan satire die de vorm aanneemt van een krantenartikel of van een nieuwsuitzending of een actualiteitenprogramma. Technisch gezien kun je dat allemaal aanmerken als nepnieuws, maar satire in deze vorm heeft natuurlijk geen negatieve impact op de fundamenten van de democratische rechtsstaat. Sterker nog, vaak is dit soort satire juist heel erg waardevol voor het debat en sterkt dus de democratische rechtsstaat. 3. Nieuws dat per ongeluk niet blijkt te kloppen. Dat heeft, net als de twee eerdere vormen die ik noemde, niet de intentie te misleiden. Heel veel informatie is natuurlijk onjuist of onvolledig, terwijl de persoon die de informatie verspreidt zelf oprecht denkt dat het klopt. Dergelijke informatie wordt ook wel misinformatie of misinformation in het Engels genoemd. Maar omdat daar kwaadaardige intentie ontbreekt, ligt het een stuk minder voor de hand om daar paal en perk aan te stellen, middels het toch wel heel zware middel van wetgeving. Nou, waarom hamer ik nou zo op die intentie? Dat komt omdat intentie voor het recht heel erg belangrijk is, voor het strafrecht zelfs cruciaal. Als je iemand opzettelijk doodrijdt, krijg je namelijk een andere straf van de rechter dan als je iemand per ongeluk doodrijdt en terecht. Nou, veel rechtsgeleerden vinden intentie dan ook cruciaal als het gaat om fake news waar je misschien wettelijke maatregelen tegen moet nemen. De informatie moet dan opzettelijk misleidend zijn. Is dat moeilijk vast te stellen? Vaak wel, maar dat is zo bij alle strafbaar gestelde gedragingen waarbij opzet een rol speelt. Heeft die persoon opzettelijk dat auto-ongeluk veroorzaakt of niet? Heeft die klant in de supermarkt opzettelijk net iets te weinig afgerekend bij de zelfscankassa of niet? Enzovoort. Dat is altijd moeilijk te bepalen. 4. Hoaxes. Een hoax is ook een opzettelijk misleidend nieuwsbericht, maar heeft eigenlijk alleen financiële motieven en geen politieke of culturele. De hoaxer wil alleen maar geld verdienen. Dat gebeurt meestal door de kliks die zo'n saillante kop genereert. 5. Trolling. Trolling is ook opzettelijk misleidend, maar heeft eigenlijk alleen als doel om de troll zelf aan het lachen te maken. Het gaat er niet zozeer om wat de troll zegt, of dat inhoudelijk klopt, of dat de troll daarachter staat. Maar wat vooral belangrijk is, is of er een enorme ruzie losbarst in de commentaarsectie op YouTube of Facebook of waar dan ook. En 6. Propaganda, oftewel politieke desinformatie, bedoeld om een bepaald politiek effect te genereren. Hiervan zijn eigenlijk twee uitersten. White propaganda aan de ene kant, waarin de auteur in alle transparantie de propaganda verspreidt. En zwarte of grijze propaganda, waarin de auteur zichzelf eigenlijk probeert te verstoppen. Dus probeert te doen voorkomen alsof de propaganda van iemand anders afkomstig is. Have you seen any of these online? Save time, avoid the line, vote by text from home. These ads have been popping up all over social media and they claim to be paid for by Hillary for president 2016. There's no phone number you can call in order to cast your vote. Anybody who tries to tell you any different is lying to you. Politieke desinformatie is zeker niets nieuws, maar de moderne communicatietechnologieën, in het bijzonder het internet en de sociale media, maken het beter dan ooit tevoren mogelijk om op wereldwijde schaal en met een enorme snelheid desinformatie te verspreiden. Ook is het zo dat sociale media met hun echo chambers en filterbubbles effectiever dan ooit tevoren de onbewuste biases uitbuiten die ieder mens heeft. Zo heb je bijvoorbeeld de confirmation bias, een onbewust denkproces dat inhoudt dat je graag informatie zoekt, vindt en ook informatie eerder aanneemt voor waar, die al aansluit met wat je al eerder vond. Denk bijvoorbeeld maar wat je op Facebook of Instagram doet. Je liked alleen maar dingen die je al leuk vindt en dat is de enige informatie die je te zien krijgt op je feed. The algorithms these platforms depend on
deliberately amplify the type of content that keeps users engaged. Stories that appeal to our baser instincts and that trigger outrage and fear. Dus, op de vraag wat is fake news kun je verschillende antwoorden geven. Maar relevant voor deze video is de zesde vorm, politieke desinformatie, goed vergelijkbaar met zwarte en grijze propaganda. En als werkdefinitie van desinformatie kunnen we de volgende aanhouden. Helemaal of grotendeels onjuiste informatie, die mogelijk toch deels waarheden bevat, vaak van opzettelijk onduidelijke oorsprong en die er opzettelijk op gericht is anderen te misleiden, ten einde een politiek doel te bereiken. Er wordt nog wel eens gezegd dat Nederland een democratie is waarin de meeste stemmen gelden. Maar dat is maar ten dele waar. Nederland is namelijk een democratische rechtsstaat. Dat betekent dat de meerderheid inderdaad heel veel bepaalt, hoofdzakelijk in de vorm van verkiezingen. En dat het de in die verkiezingen gekozen politici zijn die uiteindelijk weer de regels en wetten maken die de Nederlandse burgers binden. Burgers binden dus eigenlijk zichzelf, is het idee. Dat is het democratische aan democratische rechtsstaat. Maar het betekent ook dat er een sterke rechtsstaat is, waarin het recht voor iedereen geldt. En vooral belangrijk daarbij zijn de grondrechten die ieder mens heeft. Je kunt daarbij denken aan het recht op leven, het recht op nooit gemarteld te worden, het recht op een schoon leefmilieu enzovoort. Grondrechten zijn heel belangrijk, want zelfs als er een meerderheid komt in een land die een wet wil doorvoeren, bijvoorbeeld die het toch mogelijk maakt dat bepaalde minderheden gemarteld gaan worden, is er de rechtsstaat die minderheden beschermt tegen zo'n uitwas van de meeste stemmen gelden. En zelfs als de rechtsstaat op nationaal niveau faalt en er worden grondrechten geschonden, zijn er altijd nog de rechtsstatelijke garanties op het niveau van de Raad van Europa en de Europese Unie, waarop nationale burgers zich kunnen beroepen. Met al die grondrechten is de staatsvorm democratische rechtsstaat dus een stuk fijner dan een aantal andere mogelijke staatsvormen, zoals een zuivere democratie waarin echt altijd de meeste stemmen gelden, of een totalitaire staat of een autoritaire staat. Een totalitaire staat is een staat waarin de overheid totale controle uitoefent over de gehele maatschappij. Zelfs over de privélevens van burgers. Welke muziek ze mogen luisteren, welke boeken ze in de kast mogen hebben staan enzovoorts. Voorbeelden van totalitaire staten zijn Nazi-Duitsland onder Hitler, de Volksrepubliek China onder Mao en de Sovjet-Unie onder Stalin. Een autoritaire staat is minder totaal dan een totalitaire staat, maar wordt toch ook gekenmerkt door sterk beperkte rechten en vrijheden, zeker voor minderheden. Voorbeelden hiervan zijn de huidige Russische Federatie onder Poetin, Venezuela onder Chavez en Saoedi-Arabië onder de Saoedische koninklijke familie. En nu zijn we aangekomen bij de eerste manier waarop desinformatie een mogelijke bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat. Want als desinformatie echt de overhand krijgt in een samenleving, dan bestaat het gevaar dat een democratische rechtsstaat langzaam maar zeker verwordt tot een autoritaire staat, of zelfs in het uiterste geval een totalitaire staat. If we don't have access to facts, we can't trust each other. Without trust, there's no law. Without law, there's no democracy. So if you want to rip the heart out of a democracy directly, if you want to go right at it and kill it, what you do is you go after facts. And that's what modern authoritarians do. Step one, you lie yourself. All the time. Step two, you say it's your opponents and the journalists who lie. Step three, everyone looks around and says, what is truth? There is no truth. And then resistance is impossible and the game's over. En Hannah Arendt, een van de belangrijkste politieke filosofen van de 20e eeuw, schreef in haar wereldberoemde boek On the Origins of Totalitarianism het volgende. The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist, but people for whom the distinction between fact and fiction and the distinction between true and false no longer exist. Wanneer feiten niet meer worden gezien als feiten, gedragen door een duidelijke wetenschappelijke consensus of zelfs door direct onweerlegbaar bewijs, dan verwoordt ieder feit tot iets dat enkel maar een mening is of een politiek standpunt of iets om de grote leider mee zwart te maken. En dan beginnen de serieuze problemen voor een samenleving. Dan kunnen bijvoorbeeld journalisten worden opgesloten onder het mom van ophitserij tegen de regering en kunnen rechters ontslagen worden onder het mom van rechtelijk activisme. Een tweede manier waarop desinformatie een mogelijke bedreiging vormt voor de fundamenten van de democratische rechtsstaat, is dat zo'n beetje het belangrijkste democratische aan democratische rechtsstaat, namelijk vrije verkiezingen voor een zo goed mogelijk geïnformeerd electoraat, gecorrumpeerd kan worden. Vijandige staten die middels desinformatie proberen het vrije democratische proces in een ander land te ondermijnen, vormen een bedreiging voor de democratische integriteit van dat andere land. A declassified intelligence report, written with input from the FBI, the CIA, and the NSA, states that Vladimir Putin personally ordered a cyber and social media campaign to disrupt the recent U.S. presidential election. And it states that Putin had a clear preference for Donald Trump.
Nou, deze overweging is ook de reden dat de AIVD, de organisatie die Nederland moet beschermen tegen gevaren voor de Nederlandse rechtsorde, buitenlandse beïnvloeding middels desinformatie speciaal uitlicht als een mogelijke bedreiging voor de Nederlandse rechtsstaat. Naast andere bedreigingen zoals spionage, moordaanslagen en terrorisme. Er zijn dus goede redenen om je zorgen te maken over de invloed die desinformatie heeft of kan hebben op de fundamenten van de democratische rechtsstaat. Maar het reguleren van desinformatie middels wetgeving vormt weer op een andere manier een bedreiging, of mogelijke bedreiging, voor de fundamenten van diezelfde rechtsstaat. Namelijk doordat het de vrijheid van expressie inperkt. Want het grondrecht dat misschien wel het meest relevant is als het gaat om desinformatie, is het recht op vrijheid van meningsuiting of vrije expressie. Je kunt variaties op dit grondrecht vinden in onder andere artikel 7 van de Nederlandse Grondwet, artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Er zijn talloze voorbeelden van overheden die door het beperken van het recht op vrije expressie hun samenlevingen minder vrij maken. Zo vallen er opvallend veel journalisten van balkons naar beneden in Poetins Rusland, is Erdogans Turkije wereldkampioen in het opsluiten van journalisten en in China beperkt de overheid in aanzienlijke mate de toegang tot het wereldwijde internet en houdt het ook nieuws over het opsluiten van de circa 1 miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen door de Chinese overheid buiten het nationale nieuws. Met de persvrijheid is het eigenlijk maar in een klein aantal landen, zo'n 8% van het totaal, goed gesteld. Professor Barrett, rechtsgeleerde aan University College in Londen, identificeerde de drie belangrijkste redenen waarom het recht op vrije expressie zo belangrijk is. Allereerst is vrije expressie de beste manier om tot, of zo dicht mogelijk tot, de feitelijke waarheid te komen. Ten tweede helpt vrije expressie een individu zichzelf te kunnen ontplooien. En ten derde maakt vrije expressie participatie door burgers in een democratie mogelijk. Dus het grondrecht op vrije expressie is absoluut onmisbaar in een vrije democratische rechtsstaat. Toch zijn er volgens de wet uitzonderingen onmogelijk, onder strenge voorwaarden. De Nederlandse grondwet stelt bijvoorbeeld in artikel 7 met de woorden behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, dat strafmaatregelen wel degelijk mogelijk zijn als je met het doen van een bepaalde uiting een ander grondwetartikel of een ander wetsartikel schendt. Ook het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens maken uitzonderingen op hun vrije expressiebepalingen mogelijk, als het bijvoorbeeld noodzakelijk is in een democratische rechtsstaat. Maar ja, wanneer is iets noodzakelijk in een democratische rechtsstaat bijvoorbeeld? En wie bepaalt dat? De regering? Waar houdt een redelijke inperking op het recht van vrije expressie op en waar begint het autoritair te worden? Mag je bijvoorbeeld oproepen tot geweld? Mag je oproepen tot haat? Mag je liegen onder ede in de rechtbank? Waar ligt de grens? Het is erg lastig te bepalen. Kortom, het reguleren van desinformatie kent meer dan genoeg mogelijke valkuilen en problemen. In deze kennisclip ging het over een specifieke vorm van fake news, politiek gemotiveerde desinformatie. Hoe ver moet een democratische rechtsstaat desinformatie laten komen voordat desinformatie serieuze schade kan toebrengen? Want daartoe is het wel in staat. Steeds meer kinderen worden bijvoorbeeld niet meer ingeënt tegen ernstige besmettelijke ziektes, omdat desinformatie er steeds beter in slaagt mensen ervan te overtuigen dat er serieuze wetenschappelijke twijfel is over de veiligheid van die vaccins. Maar die twijfel is er onder experts niet. Ook slaagt desinformatie er nog steeds in om grote groepen mensen ervan te overtuigen dat er onder wetenschappers met een klimaatexpertise nog serieuze twijfel is over of menselijke uitstoot van broeikasgassen de huidige vorm van klimaatverandering veroorzaakt heeft en nog steeds aan het veroorzaken is. Die twijfel is onder experts ook niet. Maar de twijfel onder burgers, veroorzaakt door die desinformatie, leidt er wel toe dat een broodnodige politieke actie wordt uitgesteld en dat heeft hele reële gevolgen voor grote groepen mensen. Misschien denken sommigen van jullie nu zelfs, hé, deze kennisclip lijkt opeens partijdig te worden. En als sommigen van jullie dat inderdaad denken, toont het aan hoe krachtig desinformatie kan zijn. Want wat ik zojuist vertelde over vaccins en over door mensen veroorzaakte klimaatverandering is juist niet partijdig, maar sluit juist aan bij een enorme consensus onder wetenschappelijke experts over objectieve kennis. Natuurlijk zijn er altijd wel één of twee wetenschappers die zich niet aansluiten bij de consensus, maar als we serieus rekening gaan houden met iedere minimale hoeveelheid twijfel, dan moeten we ook op scholen les gaan geven op een manier die wordt weergegeven in deze spotprint. Maar hoe schadelijk desinformatie ook kan zijn en is, het bestraffen van desinformatie kan weer een verkoelend effect hebben op de hele sfeer van vrije expressie. Gaan mensen hun meningen en gevoelens en gedachten nog wel uiten als ze denken dat hun overheid die gevoelens en gedachten en meningen onterecht kan bestempelen tot desinformatie? Op die manier kan een samenleving snel onvrij worden, zoals veel samenlevingen dat nog steeds zijn. Wat vinden jullie?
Moet de meningenmarkt zo ongereguleerd mogelijk blijven, omdat uiteindelijk de inhoudelijk meest kloppende uitingen toch wel zullen winnen? Of moet het zware middel van overheidsregulering worden ingezet om sommige inhoudelijk onjuiste uitingen van de meningenmarkt te weren? Eén ding is duidelijk in deze lastige kwestie, namelijk dat het wel of niet wettelijk reguleren van desinformatie een duivels juridisch dilemma is.